Ik denk dat ik maar even de game ga afsluiten van Zou dit de Legends. eerste direct in heel veel jaren zijn dat er niks over Smash wordt gezegd? Ja, want Ja. Smash DLC is voorbij. Ja. Ik We hebben denk niet alles dat gehad. Sakurai weer nieuwe gaat maken. Nee, voorlopig niet. Ik denk misschien nieuwe console. Gewoon elke nieuwe console krijgen we een Smash game, maar we hebben het nu al Ik gehad. hoop alleen niet dat een van ons voorloopt, want anders. Of kijk je bij op mijn scherm mee? Ja, nee, dat is niet Nee, want handig. dan loop ik sowieso achter. Ja. Ik kijk niet aan Nederland. En die zegt nog 5, nog 4, Oh, nog 3, bij mij nog begint hij. 2, nog 1 en 0. Please note. Ja, dat COVID, dat weten we nou ook alweer. Ja, ik loop dus een stukje achter. Oh. Maar dat is niet zo heel erg. Nintendo Director Mundo. Oh yeah. De enige echte. En ik heb gelijk een vries. Geweldig. Oh, is dit Fire Emblem? Ja, dit is Fire Emblem. Is dit tree? Nee, is dit die hack and slash game van Fire Emblem? Heroes? Ze hadden Oh, Warriors, Warriors, ja. ja. Three Hopes. Ik Nou ja, ik haat hoop die hack and niet. slash games, net als Hyrule Warriors. Nou ja, ik hoop niet dat ze dat. Oh, nee. Yep. Het ding is, ze hebben dit al een keertje gedaan en die game heeft echt heel slecht verkocht. Ja. Ik heb hem wel Ik ken de verkocht. characters nu wel. Dat vind ik leuk. Dit is gewoon puur om Waar komt mijn even boy op Cloud die. dan? Op die shizzle te rijden. Daar is mijn boy Cloud. Ja, maar het moet je wel. Je moet wel van Warriors houden. Als jij niet van Warrior Games houdt, dan haal je dit niet. Nee, ik ben niet zo'n. En als je Leuk geïnteresseerd dat ik bent. de characters ken, dat vind ik oprecht leuk nu. Want normaal, zeker bij Smash, dat je al die Fire Emblem characters ziet, dat ik van wie de fuck zijn dit? Maar dit vind ik nu wel leuk dat ik ze herken. Dat helpt wel een beetje. Bij die andere Warriors games had je dan allerlei characters van Fire Emblem, van oude games ook. Dus Ja, Marvel hier. wil je. Maar ik denk ook omdat ze Warrior game van Zelda hadden gedaan, dachten ze, ah, dan kunnen we nog even die free houses, kunnen we nog even verder wat van maken, want daar is nu June iedereen gedraaid 24, voor. 2022. Maar ik ga niet in Nederland afsluiten. Hello everyone. Dat I'm loopt Shane heel erg achter. and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. What you just saw was the cola trailer for the Fire Emblem Warriors bij me. Three Hopes Cola. game. Ik ga zo overhalen. Ik wacht even totdat ze iets laten zien wat saai is. Even kijken, hadden we Fire Emblem op mijn bingo kaart? Nee, heb ik niet gehoord net. Nee. The Orange Star Nation needs you. Dat is Advance Wars. We've got more Dat is intel één on the check. Advance Wars 1 plus 2 reboot camp game. Ja, ik In the snap de first hype campaign, daarom rond Advance niet, maar het Wars, zal wel. you'll advise a colorful cast Nou, of commanding vroeger vonden officers een paar to use mensen their dat leuk. abilities Ik weet in dat Jordi een vibrant serie turn-based heeft battles. opgenomen van de Each game. commanding officer is now voiced, Maar ik vond dit bringing ook even helemaal more niks. charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through Het is your eigenlijk een plans. beetje Another die full campaign Mario awaits in Rabbids Advance game, Wars maar 2 dan Black Hole Run. 2D. Ja, More maar die commanding Rabbids game is officers wel and echt more vet diverse hoor. terrain Heb je die can ooit be gespeeld? leveraged for additional Nee. tactical Echt een opportunities. leuke game. Misschien Like dat ik die blasting through wel pipelines to ter cross into enemy voorbereiding van territory. In die both nieuwe campaigns, you can fast ga let's forward play gaan gameplay doen and op het reset your kanaal. turns for a smoother Kan je tactical wel doen op zich. experience. Flex your strategic muscles outside of both Maar ik ben campaigns gewoon with niet echt additional fan van modes. het genre, Go for dus high scores in the war room. En dit Maar is je hebt wel create and pre-houses share gekocht, custom want het is maps een beetje in the hetzelfde design genre. room. More battle friends and Ja, dit friendlies is net in even wat local and anders. online Ja, multiplayer. maar wel hetzelfde als die Mario Rabbids. Dat is wel een beetje hetzelfde Yeah. idee. Advance Wars 1 Nee, plus ik 2 weet niet. reboot camp. 8 March april. onto the Nintendo Switch Hey, we system lopen nu April wel 8. tegelijk. Pre-orders Ja, are ik heb die available now andere on Nintendo aangezet. eShop. Want Nintendo Nederland loopt gewoon achter. Explore Wat an is dit infinite nou? universe. Je kan kolen halen. In no Ja, ik man's ga kolen sky, halen. every Ik ben star zo is terug. the light Yo. of a distant sun. Oh, dit zag er wel vet uit. Each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may Hebben never jullie be niet al seen eens eerder again. iets van gezien, maar dan To wat survive, in more in-depth you must trailer? craft Volgens your mij own wel. tools
and even your own place to live. Ik ga deze game nooit halen, maar eerlijk is eerlijk, ik vind het best wel een vet idee en het ziet er mooi uit, maar ik ga het nooit halen. Trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Trader, fighter, explorer. How will you live in this universe? Okay, what the fuck? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. No Man's Sky op de Switch? Wat? Yeah. Okay, verpand. Kijk. See! Holy shit, ShineSprites doen. Nou, dit had ik niet verwacht. Mijn dag is alweer goed. Dit is wel een goede Strikers, was wel leuk. Dat ze zoveel jaren erover hebben gedaan. Ja. Toch weer terug te gaan naar de Strikers. Dat is interessant. Oh, dan ga ik tegen Justin zeggen, die wordt helemaal gek. Oh, ook weer met die drops. Oh, dat is wel vet. Mario Strikers Battle League. Nice, man. Prepare for strike. Oh, vet, een beetje gameplay ook. Soccer that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing the team. Nice. As well as by using tackles. Kaboom. Kijk, dit is nou de echte shizzle waar we op wachten. Echt hoor. Maar dit is een leuke sportgame, weet je. Ja, yeah, heel ziek. Dit is waar we op wachten. Ik ga meteen Justin appen. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategy. Oh, Justin heel erg blij mee zijn. Ja. Yeah. Oh, dat is episch. Dat is vet. And pass accuracy. En ze gaan ook stats gebruiken. Nice. Second. The hyper strike. Ja, dat is dat je die super strike doet toch? Grab an orb when it appears on the field. Oh, wat? Charge it while your opponents are distracted. Dus je moet nu een orb pakken om die moves te doen. Je kan het niet meer zomaar doen. Oké. Nou ja, dat maakt het wel iets eerlijker, denk ik. Zeker. Up to 8 players. 8 players on each team. Wat vet. Nice. Holy shit, dit wordt vet, man. In addition to individual matches, online play. Dit gaan we sowieso op stream spelen. Online clubs. Up to 20 players can join a club. Oh, yo, dat is vet. Dat is echt heftig. Ik ga een ShineSprites club maken. Let's go. Wow, yo, dat is fucking vet. Ik hoop dat ze dit in mei releasen. Gewoon net voor de zomer. Anything goes on this field. Mario Strikers Juni. Launches on Nintendo Switch. Pre-orders begin today. Oh mijn god. Pre-order hoeft niet, maar nou ja, ik ga hem wel op mijn lijstje zetten. Dit is wel iets wat ik wil hebben. Ik ga sowieso een club maken voor ShineSprites. Ik doe mee. Nice. De munt die denk ik ook wel. Kijk, hoe heet het? Battle League? Ja. Gameplay is not final. Okay, dit wordt geen game voor mij, zie ik dan. Oh, het is Splatoon. Lol, dan nou, is door. Nou, ik kan weer Splatoon. Hoppa. Nou, kan je weer wat cola pakken? Ja. Nee. Ik heb cola. Oh. Staan. Nee, ik kan nog wel een snack halen. Maar dat is weer heel veel moeite. What the fuck is dit dan? Dit is gewoon een survival. Nee, yeah. Dit is een survival ding. Dit is zombie modus. Nou. Wat de fuck moet dat voorstellen? Wat? Oh shit. Een dit is een boss. Wat kijk ik naar. Dit is crazy. Zo, dat was de boss. Oh. Flipper flopper. Flipper flapper.
Dat is op zich wel fijn. Wat hier wel een voordeel aan is, Nando. Nou. Dit staat in de highlight reel, dus dat betekent dat we niet al te veel spullen zullen krijgen. Oké, dat is mooi. Normaal komen ze dat wat aan en dan gaan ze er iets bij vertellen en dat is niet. Dat is wel episch dat ze dat niet gaan doen. Want ik heb eigenlijk nu al genoeg gezien. Sander, ging jij niet wild op die Strikers game? Die is zo echt, ik ben helemaal klaar. Ik ben er helemaal klaar voor. Hoe gaat de Nintendo chat hier zo wild op, what the fuck? Dude, dit is wel nice dat we die Strikers krijgen. Echt wel. Dat is wel op zich dik. Je hoeft niet eens fan van voetbal te zijn om dat een vette game te vinden. Eens. Salmon Run Next Wave, oké. Hij gaat wel wild. Ja, nice. Join je met dan de ShineSprites Club. The next wave of salmon run. A giant salmonid, one that's never been seen before, was also spotted at the end of the trailer. Will the inklings and octolings ink or swim? Dude, nog even één of twee goede aankondigingen en dan vindt dit een puiken direct. Wat zeg je? Nog één of twee goede aankondigingen en dan vind ik dit een puiken direct. Ja. Ja, dat is het niet. Dat is niet waar ik gek van word, dit. Dit is weer zo'n generic futuristic shooter-achtig shizzle. Ik heb al gezien dat dit niks voor mij is. Maar er mogen ook games tussen zitten die niks voor mij zijn. Als ze maar snel klaar zijn ermee. Ja. Front Mission First. Nooit van gehoord. Oh, dit is een Fire Emblem RPG, game, zie je? Het is een tactical RPG. Yeah. Die kunnen best niet leuk zijn, alleen het ziet er niet leuk uit. Maar als ze die Mario Kingdom Battles ook nog eens in deze direct hebben, dan hebben ze gewoon drie games die van deze genre. Ja. Yeah. Dan mogen ze bij de E3 echt niets meer laten zien van dit genre. Transformers, zegt Sander. Transformers. Oh, dit is op deze zomer. Nee joh. Front Mission 2 ook? Joh. Kaboom. Mickey Mouse, yes. Dan gaat yo, zo. Dit is Mario Kart 9. Dit zouden ze nooit laten zien als Mario Kart 9 ook een optie is. Ja. Denk je niet? Dat denk ik inderdaad. Er komt geen Mario Kart. Het probleem is, ik vind dit er nu dus heel vet uitzien. Maar daar ben ik al eerder in getrapt met Crash Racing en met een andere racing die ik had gehaald. Die waren echt veel meer. Oh ja, Sonic Racing. Die zijn wel echt veel minder leuk dan Mario Kart. Ja, klopt. Ik vond Sonic All-Star Racing op zich wel leuk, die was wel oké. Het evenaard, niet echt Mario Kart. Is a free-to-play game. Oh, het is free-to-play. Oh, oké, dan geef ik het wel een kans. Eerlijk is eerlijk, dan geef ik het wel een kans. Donald Duck, yes! Enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer. Als je Elsa kan zijn, dan ga ik het spelen. Nintendo Switch this summer. Van de zomer. We spelen het even één keer en daarna nooit meer. Classics! Hey, die stond op je kaart. Ja, klopt. Maar Star Wars... Oh, Force Unleashed. Oké. Okay. Ik dacht dat ze het over die andere Star Wars gingen hebben. Ja, je ziet wel dat het de classic is aan de graphics. Ja, dit is 2008-2009. Ik heb dit wel gespeeld, dat was wel vet. Ja. Ik ben dan zoon van een Jedi en dan wordt je vader vermoord door Darth Vader en Darth Vader recruit je dan. Okay. En dan moet je tegen Jedi's vechten. Is wel leuk. En Stormtroopers. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. The complete saga of Legendary Assassin Ezio Auditore da Firenze. Ezio Auditore da Firenze. Dit is jouw moment. Een van jouw favoriete games komt op de Switch. Is hij fan van Assassin's Creed? Fan, ja. Nou, ik ook wel. Maar op de Switch. Plus, take advantage of enhanced features for the Nintendo Switch system on the go. Oh, zie je? Sander wil die shit wel. Ja? Wil je dat?
Assassin's Creed, the Ezio Collection. En de Ezio Collection, dat zijn dan drie van de zoveel games zeker, of niet? Ja, het is de Ezio Collection, dus alleen maar de games waar je als Ezio speelt. Ja, ik heb geen verstand van Assassin's Creed. Hey, je had het net over een Transformers game. Dit is een Transformers game, toch? Ja, dit is Gundam. Ah. Het leek op Transformers. Het is heel erg populair in Japan, Gundam. Okay. Het lijkt me net Bakugan. Dat is waar. Maar dit zijn dan de mini-versies of zo. Nou, dat waren de... Dit ziet er lelijk uit hier. Dit is Final Fantasy. Oh, oh, Chrono Cross. Oh, ik ken wel Chrono Trigger. Dat vindt... Ding is helemaal vet. Justin. Wow. Volgens mij is dat ook een van de beste Chrono games. Chrono Trigger. Ja. Dit ziet er wel pijnlijk uit, moet ik zeggen hoor. Travel back and forth between both. Dit ziet er al wel wat beter uit. Dit is een beetje wat je te zien krijgt op de PlayStation. Ja, Chrono Trigger is ouder, maar ik vind dit er wel oef uitzien. Het is alleen een beetje opgepoetst. Oh? Oh? Ja, maar misschien willen ze wel de oude soundtrack luisteren. Ja, zo ben jij toch met een BDSP. Ja, ik wil de oude soundtrack luisteren hoor. Dat, Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition. Dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Nou, dat is nog redelijk snel. Begin today on Nintendo 2 maanden. Ja. Oeh, Kirby. Nog. Nou, ik zei het al. Drinken pakken. Nee. Daar is het erge is nog, dit ziet er gewoon echt leuk uit. Maar ik heb één keer een Kirby game gehaald, gekocht en die fout maak ik nooit meer. Maar laat maar raden, het was een 2D Kirby game. Het was Kirby Star Allies voor de Switch. Star Allies. Ja, het was wel, het was wel, ja, platformer zeg maar, dus 2D. Dat is met z'n vieren toch? Dat je vier... Ja. Oké. Okay. Ja, er was ook eentje Rainbow nog wat. En die was heel slecht. Wat is dit? Dat meen je niet. Het ziet er mooi uit hoor, eerlijk is eerlijk. Het ziet er echt heel mooi uit. Maar... Ik wil deze nog misschien kopen. Ik ben bang dat hij weer zo makkelijk is en dat ik dan weer na 7 uur de hele game had uitgespeeld. Ja. Anders even wachten. Gewoon kijken hoe lang die game is en dan... Kijken wat er iets is. Het ziet er wel echt mooi uit. Dit is echt grappig. Mouthful mode. Wat? What the fuck? Het is een rotom. Het is gewoon fucking een rotom. Dit is wel geniaal. Eerlijk is eerlijk. Ik vind het wel grappig. Bone mouth. Ik moet zeggen, tot nu toe ben ik me echt aan het vermaken met deze direct. Holy shit, bro. Lightbulb. Het is gewoon die Yoshi van Galaxy. Wat is dit nou weer? Geen Kirby, jongen. GTA, Kirby. Water. Sander voelde het niet. Ik weet niet, ik ga het gewoon niet doen. Ik ga het gewoon niet meer doen, want ik heb echt spijt van gekregen. Ik ga het nog even afwachten. En ik moet monies hebben. Maar dit is een 3D Kirby, dus misschien is dit wel wat leuker dan een 2D. Maar ik vond 2D ook wel enigszins leuk. Alleen volgens mij heb ik wel heel snel zoiets van... Mooi, ik hoef die game niet meer te spelen. Mm-hmm. Of er komt iets anders uit. Ik denk dat Jordi dit wel gaat halen. Ik denk dat hij wel zoiets heeft van... Of Harm. Harm was ook wel... Zo van, oh, dit lijkt me wel interessant. A new adventure awaits our pink puffball. What the fuck? Die armadillo. Yeah. What are these enemies trying to do? Ah. Can Kirby restore peace to this world? Ik vind het wel. Het ziet er echt leuk uit hoor. Props voor de traffic. Is volgende maand al, joh. Inderdaad. Nice. That was Kirby and the Forgotten Land. Launching later next month. Ah, shit. Look forward to its release.
Let's take a look at some more Nintendo Switch. Kunnen we niet gewoon 2 uur lang kijken? Echt, hè? 2 uur, de bericht van 2 uur. Nintendo Direct over aan de minasan. Konnichiwa. Nee. Oh nee, hij loopt vast bij mij. Niet fucking NBA. Nee, het is geen NBA. Of hoe heet dit? Fucking baseball. Doe hem heel even verversen. That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. Oh, ik heb helemaal geen ding voor om af te kruisen. Jammer. Oh ja, ik moet die Switch sound effecten. With cross progression, you can also earn and use content on any platform. Come on. MLB The Show 22 is available. Op een gegeven moment dan heb je toch wel al die games gespeeld. En dan lijkt het is altijd hetzelfde. Het ziet er ook niet eens goed uit. Nee, het ziet er ook lelijk uit inderdaad. You can invite them and play online. UTA. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. En dit is weer de reference. Nice man. You're gonna have your hands full of games with these collections. Hey. Kingdom Hearts collections are almost here. Maar we moeten die niet op cloud. We moeten gewoon een physical edition. Come on. Nee. Je wil dit on the go spelen. Het kan niet met cloud. Get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Intergrim Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch tomorrow. Leuk, maar ik wil de physical Each edition. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Oh, die. Okay, bye. Dit is wel een oude Nintendo ding, toch? Ik ken het niet. Dit was volgens mij een franchise die op de GameCube zat. Dit ziet er wel leuk uit, hoor. Ja. Ik vind dit... Dit spreekt me meer aan dan die Kirby. Snap ik. Take on these great adventures when Klonoa, omdat ik denk dat dit hier ook best wel moeite krijgt gedaan is, denk ik. Ja. Portal. Jij loopt niet voor. Was Portal nog nooit op de Switch dan? Sander, je game. Either way, you're in for a puzzling treat. Companion collection. Award-winning games, the Portal gun je speelt Portal per se. Klaar. Dit mag echt niet meer dan €5 kosten. Cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds okay, in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Het zou wat zijn als het alleen maar Portal 1 was. Ja. Sander, ik denk ook stiekem, of niet eens stiekem, ik denk dat het ook nog gewoon beter speelt op de computer. Ja, no joke. A classic comes alive. Wat is dit? Triangle Strategy? Oh, is dit Octopath Traveler? Nee, ja, dat is de nieuwe versie en dat heet Triangle Strategy. Oh, nee, dit is wat anders. Life Alive. Is het niet Life Evil? Of Life Alive? Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Pre-history, a tribesman who has invaded a world without words. The Wild West, a wanderer with a bounty on his head fights for his life. Alleen dan verschillende tijdperioden. Bij Octopath, dan zat je nog wel in dezelfde wereld, in dezelfde tijdsperiode. What? The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. Okay. Other stories are on the horizon. My loyalty
in death. Wow, dat klinkt wel goede voice acting. Ja, dat zeker. Nou, ik moet eerst Octopath uitspelen. Ik heb Octopath nog gespeeld, maar ik vond het wel interessant. We hebben een one-shot gedaan volgens mij. Ah, nee. Oh. Nintendo Wii Sports. Switch. Oh ja, Nintendo Switch Sports. Nee joh. Oh, oh mijn god. Wie zag dit aankomen? Nee, dit is geen port. Dit is gewoon een nieuwe. You might recognize these three from past Wii Sports games. Wat goed zeg. Nu kan je echt je Wii bij het afval zetten. Wat goed. Ik ga het helemaal niet halen, maar ik vind het wel goed. Toch? Kunnen we deze niet gratis krijgen voor op de Switch? Echt? Net zoals... €5 wil ik er ook wel voor betalen. Ja, ik durf te zeggen. €60. Tja, daar gaat niemand op kopen. Ja. Voetbal. Soccer. Dat is wel grappig. Ja, maar we krijgen gewoon Mario... We krijgen er een beetje Rocket League vibes van. Ja, inderdaad. What the fuck? By attaching a leg strap accessory included with the controller of the game, you can play shoot-up mode with intuitive kicking motions. What is this? Bro, we gaan gewoon alles kapot trappen in je huis. Dit is leuk, joh. Ik vind het gewoon leuk voor de meme, is het al leuk. What the fuck? En badminton? Volleybal. Volleyball. In ieder geval zien de characters er beter uit dan op de Wii. Ja, het zijn niet meer groot hoofd en klein lichaam. Het is een beetje normaal. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch system, as well as online play across all sports. Ja, als je meer dan 5 euro kost, ga ik hem niet halen. Friends online. Eens. Hoeveel mensen? 16? The more you win, the tougher the players you'll face. Dit is wel grappig. Dit vind ik wel leuk. How was that? Since I'm already here, I'd like to show Nee, niet de tijd. Kostbare tijd daarvoor gebruiken, jongens. Nee. Wow, Mr. Koizumi. Alright, I'll play some volleyball online together with Mr. Koizumi. Do you have your wrist strap ready? Even dat adverteren. I've got plenty of space around me as well. Lame. All right, let's start. Live commentary, jongens. Hiervoor kijken we direct. All right. Oh, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch. Oh, dus we werken samen. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? Yeah. It's Koizumi to serve with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Smash. Takahashi makes the block. Doet me denken aan de volleyball anime. I set up in the air. Here comes the spike. Wat kut, hè. The other team saves it and fights back. Ze hadden geknipt, zag je dat? Takahashi didn't quite wat een valspelers, een beetje knippen. Well, it's okay. The game's not over. Now the other team serves. What lame. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. I spring the ace. Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now their chance. He's going for the ball. Slam. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. Woo. Let's stop our match here. After all, we're in the middle of a presentation. Heel goed. Gelijk stoppen. Right. I'll be leaving now. Volgende. Mario? That was an introduction to Nintendo Switch Sports. Wanneer komt die uit? Zo snel? Wat? Dat is wel snel. We're planning a free update in the summer that allows you to play soccer matches with a Joy-Con controller and a leg strap accessory. You can use the accessory to play shootout mode at launch. In addition, we're also planning a second free update this fall that lets you enjoy als je die game koopt. Mooi. Golf was nooit leuk. And now, a request to everyone. To help ensure that you can all enjoy playing online,
We'll be having an online playtest before the game launches to evaluate various technical aspects. Ik ga Legend spelen. Sorry jongens. We'd definitely like to ask for your help with this. The online playtest. Ah, ik kan gaan bowlen, Milan. Nou, jotten. Wanneer is de 18e? On the date shown on screen. Even kijken. Vrijdag tot en met zondag. En dit was de direct. Tot volgend jaar. Nee, we hebben nog 10 minuten te gaan. That's all I have for now about Nintendo Switch Sports. I hope you're looking forward to this game. Let's see a few more Nintendo Zelda, Switch kom op. Nee, gaan we niet krijgen. Nou, wat is dit nou? The latest Takano Tatsujin game is coming to the Nintendo Switch system. Set in this is ook niks voor jou, hè, of wel? Wat is dit? You'll strive to become a Taiko master, ik weet het niet. Ik ga het even googlen. Wat is dit? Drum to dozens of beats. Het is een soort Guitar Hero. Feel special and zit Megalovania erin? And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. Wow, dat is wel vet dat Megalovania erin zit. En Zelda. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs. Wordt dit heel goed? Het ziet er te heftig uit. Snap je wat ik bedoel? Put on a live concert. Het gebeurt te veel op het scherm. Ja. Or face off against each other. Maar sommige mensen kunnen dit heel goed spelen. I don't know. Wordt het dan goed verkocht? Drum to your heart's content. When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? Come up, come up, come up. This triangle strategy. The brand new tactical RPG game Triangle Strategy is almost here. Hoeveel van die tactical RPG's hebben we al niet gezien vandaag? Vier of vijf. Maar vorig jaar hadden ze ook één bepaald genre waar ze echt heel veel games van hadden. Maar ik vind ook sportgames hebben ze ook nu best wel veel. We hebben die Strikers, we hebben nu die Wii Sport ding. Ik dacht dat we nog iets hadden. Save data from the demo. Misschien haal ik die Mario Kart er tussendoor. Dat kan ook. DLC voor Cuphead. DLC Cuphead, the delicious last course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. Cuphead is net iets te moeilijk voor mij. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Ja, het heet wel iets hoor, daar ben ik mee eens. Maar het is wel heel lastig. Nou, van de Metroid fans. Gratis update. Oh, dit gaat Jordi echt leuk vinden. Hij houdt daar niet echt van, volgens mij. Van die challenge modes. For players new to the Metroid, dit is gewoon eigenlijk Metroid Kaiser. Ja, en Rookie, dus Easy Mode. Rookie Mode, dit is voor jou, Sander. Nee. Ook voor mij, ik heb nog nooit Metroid gespeeld. Ik heb eentje op de Game Boy Advance met Jordi gereisd, maar ik vond het niks. Metroid is niks voor mij, helaas. Something's bound for Nintendo Switch. Maar die dingen hebben we al. Ja, oh, Milan. Earthbound. Shit. En dan zeggen we, nee, geen Earthbound. Komen ze wel met Earthbound. Ja, mensen zei dat het al geconfirmed was. Dat het al ergens had gestaan dat het zou komen. Oké, nou, het is de gewone. Dus niet Beginnings. Maar wat is de bedoeling van Earthbound? Je volgt een story of zo. En je moet Gygax of zo verslaan. Dat is het enige wat ik weet. Ik heb de game wel op de Wii U, maar als je hem hier zo op de Switch kan spelen. Is dit prima. Modder 1 dan? Of? Ja, dit is Modder. Nee, dit is Modder 2 trouwens. Modder 1 is voor ons Explore. Earthbound Beginnings. En dat is denk ik dit. Produce ja, dit is Earthbound Beginnings.
Dat is Boomerang. Oh, dit ziet er kut uit! Dit is waar ze mee begonnen. Wat kut. Maar ja, komt er dan Earthbound... Ja, daar wacht iedereen natuurlijk op Modder 3. Nee, Earthbound die hebben ze niet eens. Oh, vandaag nog. Later today. Nou, eat your heart out. Inderdation. Nou, dat is nog op zich redelijk leuk. Hey! Oh, oh, wacht, zeg niks. Ah, wat is dit? Dat was Demon Slayer, zag ik. Maar dit zijn gewoon eigenlijk boards. Nou, geen Legend of Zelda, dat valt me wel tegen. Nee, verwacht niet dat ze daarmee eindigen namelijk. Jij wel? Nee. Dat denk ik niet. Hier, Demon Slayer, oh die heb ik laatst nog gekocht. Voor de PlayStation. Waar die echt op hoort. Maar ik verwacht ook geen Breath of the Wild vandaag. Ik denk dat ze die gewoon voor de E3 bewaren. En dan zeggen, ja, het komt met de kerstdagen. Wat grappig. 2-point hospital, more like 2-point campus. Ja. Wow, yo, Harry Potter? Ja, man. En dat was het. Oké. What did you think? Oh, fantastisch. Here's some news for Mario Kart fans. Many of you have been enjoying the Mario Kart 8 Deluxe game since its launch in 2017. Yeah. So, we've been working on remastering DLC courses from across the Mario Kart series. Yeah, we're releasing them as paid downloadable content. And what's the thing from this trailer? Geen DLC. Ga gewoon wel DLC pakken. Wow, okay. Dit hebben ze gewoon gedaan omdat ze die tracks al klaar hebben liggen van Tour. Yep. You've been coconut malt. Waar staat de Mario Kart DLC op mijn bingo lijst? Hey DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. Weet je dat ik echt heel erg teleurgesteld ben? Dat ze niet Mario Kart 9 hebben gemaakt? Remember, they are lazy. Jezus! Dat is wel veel. Ja, maar maak dan gewoon een nieuwe Mario Kart. Oké, nu ben ik toch... Als je die pass in één keer kan aanschaffen, dan doe ik het wel. Ik ga er nog over nadenken. Well, gewoon uit Tour, hè? Zie je dat? Die hele baan is alleen uit Tour. Zo'n Tour-only baan. Het is wel heel bijzonder dit. Want ik had echt niet verwacht dat ze DLC zouden doen. 25. Ja, maar wel 48 courses. Voor 48? Nou ja, dat is... Dan ben je nog beter 18 uit... Maart. Oh? You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or nu moet ik wel die familiepack gaan kopen waarschijnlijk. Die expansion. Fuck. Ja, of ik koop hem los. How is that? I hope you're looking forward to the additional. Ja, ik ga denk ik ook kopen, Monty. Oh, dit is het laatste. Oh, oké, kom op, iets goeds. Kom op, iets goeds. Ik moet zeggen, het was een goede direct. Nou, wat is dit? Fire Emblem? Nog een Fire Emblem. Fighting in order to live. Shimigami. And living to fight. Nee, Xenoblade. Gaan ze nou echt Xenoblade Chronicles 3 doen? Ik denk het is Xenoblade Chronicles X, dat kan ook. Tell me. Ja, het ziet er heel erg Xeno uit. Dit is 3. Bestaat die al of niet? Is het echt nieuw? Dit is nieuw. Dan zal jullie wel blij mee zijn, of niet? Ja, want hij heeft de eerste en de tweede al met Harm gereest. We zijn toch echt fan van die game. We vinden die game toch echt vet, zeg maar. Ja.
Nee, ik heb ook de eerste. Eerlijk is eerlijk, het ziet er gewoon vet uit. Alleen iets in mijn... Ja, toch niet zo fijn, zeg maar. Nee, ik snap hem. Of dit is Monster Hunter, dat kan ook. Nee, het ziet er echt Xeno uit, hoor. Ja, dit is echt wel, ja, oké. Okay. Ik zag die wezens. Dit is Xenoblade, ja. Xeno. Nou, geen Zelda ports. Sad. Yo. Come on. Wel gewoon die Mario shizzle, maar geen Zelda. Ja, maar Mario Kart expansion. Ja, ik... Dan gaat er gewoon nooit meer een Mario Kart 9 komen. Indeed. Xenoblade Chronicles. Heet dit 3? Ja. Nog een, iets erbij? Ja. Ja? Nee? 3. Ja? Nee? Ja. Ik vind het wel grappig dat in de verte de Monado gewoon staat. Oké. Okay. September. Op mijn verjaardag, AUB. Ga je die game halen dan? Nee. Ja. Ik heb die eerste en de tweede nog niet eens uitgespeeld. Nou, mooi man. That's all. Niet, but wait, there is more. Nee, niet. Jammer hoor. Nou, was op zich wel prima. Mario Kart 8 komt gewoon uit 2017, hè? En dan krijgen we in 2022 nieuwe banen. Het is een beetje laat, als je mij vraagt. Ja, maar eerlijk is eerlijk, ik ga het wel halen. Ja, ik ga het wel halen, eerlijk is eerlijk. Als er maar veel Double Dash dingen. Ik hoop echt dat in een van die packs Wario Colosseum zit. Die wil ik al zo graag een keer geremaked zien. Nou ja, ik zag al dat ze Coconut Mall erin gaan doen, dus dat vind ik al prima. Ja, en ik dacht ook Mushroom Gorge te zien, maar stiekem. Dat weet ik niet. I do not know my Maar Mario met, die, Kart. Met die 6 packs, hè, daar kunnen ze nog 3 jaar mee vullen. Ja, ik ga ook zo. Doei. Ze liggen allemaal bij mij in bed. Ah. Dus vandaar. Oké. Okay. In ieder geval... ik ben niet ontevreden. Ik zal eerlijk zijn. Ik vond dit een betere direct dan de afgelopen 2-3 die we hebben gehad. Ik ben echt wel erg tevreden. Ik ga echt maar een paar van deze dingen halen. Sowieso Mario Strikers en de Mario Kart DLC. Even kijken. Heb ik nog iets gezien wat ik ga halen? Nee, ik denk dat dat wel het enige is, maar toch. Kirby. Nee, niet Kirby. Nee, ik ben wel content. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik ga zo meteen mijn bed maar eens in. We hebben vandaag een Shiny Happini gevangen, dat was ook leuk. Mm-hmm. En dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken. En ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.